C'est un Goossens. Et un but assez extraordinaire de cet attaquant. But de Goossens. But de Goossens, Michael Goossens. 2 minuten na de goal van Mark de Grijp. Et le standard qui peut repartir avec Pister qui centre, une reprise. Et un but. But inscrit par Goossens. Et un but assez extraordinaire de cet attaquant qui n'a pas encore 19 ans, il aura 19 ans dans une seule semaine. Bruno Martini en plus. Avec ce tacle, avec aussi cette qualité de reprise du plat du pied du gauche, Jean-Paul, on disait dans ce garçon, il y a parfois des attitudes de Van Basten. Dans cette reprise de volée, il y avait peut-être ça. Et absolument, c'est un joueur de très grand talent. On sait que c'est surtout un joueur en deux. Gunter Schepers, zoals altijd. Genot. En het schot en het doelpunt van Aurelio Vidmar. Of is het Michael Goossens? Ja, Michael Goossens, de vervanger van Mark Wilmots, maakt er na 20 minuten 1-0 van. Dit is de man die verslagen is, Mampai. En het feestje daar voor Michael Goossens en zijn maats. De beste kansen waren in het begin van de wedstrijd wel voor Standaard. Lierse kwam meer in de wedstrijd, maar deze goal is wel verdiend. Michael Goossens, bal blijft even hangen. En daar is hij met het schot in de winkelaar. Geen verhaal voor Mampai. C'est magnifique avec la loupe. Mais attention, c'est le but. But de Goossens. But de Goossens, Michael Goossens. Qui donne le deuxième but au Standaard de Bonnard. Le Standaard qui mène ici à Liège, 2-0. Quelle adresse de ce jeune joueur, car les deux buts qu'il a marqués, il faut vraiment aller les marquer. Il avait déjà marqué deux buts en Coupe d'Europe, c'était contre Portado, au premier tour, ici même, lors d'un 4-0. Mais là, ces deux buts ont une toute autre valeur et on comprend bien mieux pourquoi le Standaard a fait confiance à ce joueur. Regardez, la balle, elle est derrière lui. Et puis Martini qui est trompé par un drôle de rebond aussi, qui ne s'attend pas tellement à cette frappe. Car il est mal protégé aussi. Et on comprend donc pourquoi le Standaard a pris fait confiance. Die wil de bal aan de rechterkant houden. Genot. En dan Betagno. Dat is die goede rechterflank van Standaard aan het werk. Voorzet Betagno. Hard Goossens kopt. En die bal gaat erin. Even optisch bedrog. Het leek alsof die bal een beetje tegen de lat ging rollen. Maar hij ligt wel degelijk in de net. Een doelpunt van Goossens, knappe voorzet bij Tanjo. Een goede kopbal van Michael Goossens. 0-1 voor Standaard. Goossens, weg van Okpara. Met het schot en binnen. Tweede kans voor Standaard. Zeg maar, misschien wel de derde. Maar het staat gelijk. En het kan natuurlijk altijd met jongens als Aurelio Vidmar en Michael Goossens in de spits. En zo staat het in de toegevoegde tijd van de eerste helft. 1-1 gelijk. Daar waar Aalst al 3-4-0 had kunnen voorstaan. Daar nog eens het goede schot, het moet gezegd, van Michael Goossens. Laag, kruislinks voorbij, Nick Schippers. Op het moment dat Aalst met 10 staat, want Van Ankeren wordt daar nog altijd verzorgd naast de lijn. Jopoes, Jopoes. Goossens goal. Voilà le deuxième. C'est un but à la Germanique celui-là. À la Wilmots. À la Wilmots, c'est-à-dire qu'il gagne son duel avec Hoopkins. En force. Et Hoopkins, lui, ne peut pas bouger dans le rectangle. On va revoir d'où la passe part. D'abord, regardez ce duel. Et à partir de là, Hoopkins ne peut plus intervenir. Le gardien qui sort pratiquement un peu loin. La balle a venu avec beaucoup de réussite, mais Goossens était prêt. Il était présent à recevoir quelque chose. Le gardien réduit l'angle, mais elle passe entre les jambes. Alors là, il a résisté, alors qu'il y a déjà une volonté de faire une faute. Il y a une faute d'abord. Oui. Donc, logique entre les jambes du gardien. En die maakt snelheid. Schepens. Met de boek. De voorzet. Valt goed. En er wordt gescoord door Michael Goossens. 3-0. Nu wordt het heel hard voor Mechelen. De vierde competitiegoal van Michael Goossens na een hele mooie, hele zuivere voorzet van Gunter Schepens. In de hoekginder zit Schepens, daar komt de voorzet. Ze laten die bal allemaal zo'n beetje gaan, behalve dan natuurlijk
opportunist Michael schade te kunnen beperken. Het duurt uiteindelijk 22 minuten vooraleer de forfaitscore toch op het bord komt. De auteur is Michael Goossens. Goossens na de vervanging van de geblesseerde Mornar opnieuw opgeschoven naar de frontlinie. En meteen zijn eerste doelpunt dit seizoen. Als hij weinig lijn in zijn spel krijgt voorlopig, Visconti, Goossens, kijk maar, probeert een 1-2 om te zetten. Maar het valt nog mee voor Standaar. Junot met de voorzet. Goossens in één tijd en binnen. Michael Goossens de eerste. Goede kans voor Standaar. Buiten die indirecte vrije trap. En het staat 1 tegen 1. We spelen, zoals ik daarnet zei, goed 17 minuten. Goossens in één tijd. Die voorzet die kwam van Regis Junot. En in één tijd voorbij Roland Velkeneers voor Michael Goossens. Even kijken. Het vijfde competitiedoelpunt. En hij brengt zijn ploeg hier in Sint-Truiden Standaar weer op gelijk. Goeie 8 minuten gespeeld, Regis Junot met de inworp. Betanjo kop door, Goossens is daar, omhaal en doelpunt. Michael Goossens met de omhaal en hij scoort vroeg in de wedstrijd. Ruim 8 minuten gespeeld. Dit pak haalt hij die bal achter zich. Michael Goossens voorbij Stoops en 1-0 voor Standaar vroeg in de wedstrijd na 8 minuten.